terwijl Hennette vanavond bij ons is. Ja, en laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij dachten, er is iets gebeurd bij Utrecht. Dat spel tegen Heracles was goed. De 3 punten waren binnen. NEC kan zijn borst nat maken. We hebben niet daar veel van gezien. Klopt dat? Nee, dat klopt zeker. Ik denk dat we er niet goed druk op krijgen, maar ik denk dat zij het ook wel goed deden. Wat we vorige week wel zagen, dat we echt de druk erop kregen, snel bal veroveren. Ik denk op het begin dat we het nog wel een aantal keer goed doen, dat zij de lange bal moeten spelen, maar... Het was vooral in balbezit wat niet lukte. Nee, zeker. Waar lag het grootste probleem? Nee, inderdaad. Volgens mij moeten we, want zij stonden vrij compact. Ja, dan moet je gewoon makkelijk die bal laten gaan en niet gaan lopen met de bal. En dat deden we te veel, denk ik, eerste helft. En dan probeer je de tweede helft dat te veranderen. Dan ga ik iets hoger spelen. Maar ja, dan krijg je ook snel die penalty en dan was het wel gedaan. Was het na de 2-0 ook een beetje dat het geloof weer wegvloeide? Dat je toch weer denkt aan die eerste wedstrijden van het seizoen waarin het ook af en toe tegen zat? Is dat te makkelijk? Nee, dat is te makkelijk. Ik denk dat we nog wel ook goed beginnen aan die tweede helft, maar volgens mij valt dat vrij snel die penalty. Ja, een rare situatie, toch? Ja, ik kon het niet goed zien. Volgens mij werd hij wel makkelijk gegeven. Maar wat ik zei, ik moet nog een keer terugkijken. Wat wordt er in de rust en het laatste half uur nog gezegd? Hoe coachen jullie elkaar aan in het veld? Want ik denk dan bij mezelf, neem maar risico, probeer wat. Het staat toch 3-0. Ja, uiteindelijk geen hoge druk zetten. Maar ja, zij voetballen ook wel makkelijk doorheen. Volgens mij ook met die counterbal. Vooral met Sandler, die wel makkelijk voetbal daarin. Ja, dan krijg je er moeilijk druk op. Ja, en je probeert het wel uiteindelijk, maar... Dat was wel te weinig. Dankjewel.